Cambiohouders hebben geen antwoord op de stijgende lijn die de wisselkoers nu vertoont. 4 weken terug daalde de koers en werd de US-dollar verkocht voor 6,90 SRD. Vanaf de vorige week is de koers echter weer gaan stijgen en wordt de dollar verkocht voor 7,25 SRD. Volgens de cambiohouders komt dat omdat bedrijven zeer speculatief bezig zijn. Een cambiohouder geeft aan dat hij zich momenteel geen zorgen maakt om de koers, omdat er veel vakantiegangers in het land zijn die voor de nodige deviezen zorgen. Hij maakt zich wel zorgen om wat er in januari zal gebeuren, wanneer alle vakantiegangers weer weg zijn. Dan zal er een jacht op de dollar ontstaan die niet positief zal werken op de wisselkoers, zegt hij. Onze nieuwsdienst legde de koersstijging voor aan de fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, André Misikaba. Hij geeft aan geen idee te hebben waarom de wisselkoers voor de US-dollar nu weer stijgt. Ik denk dat de kwestie van de koers, dat het ons aller zorgen baart. Wat mensen nodig hebben is een stabiele koers, zelfs als het stabiel zou zijn op 7 om zo te zeggen. Maar het stabiel is, dan kan je plannen, kan je dingen doen. Een koers dat schommelt is heel erg moeilijk zaken doen. Zoals de president heeft gezegd dat hij zich persoonlijk ermee bezighoudt en alles zal doen samen met de verschillende actoren die in die sector werkzaam zijn om die koers naar beneden te halen. Ik heb alle vertrouwen erin dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Natuurlijk heb je nu een probleem dat zolang de staat en Casico, de Centrale Bank van Suriname, niet de nodige hoeveelheid de deviezen heeft, dan heb je dat anderen die de deviezen wel hebben kunnen spelen op de markt. En ik denk dat het grootste probleem is op dit moment. Misikaba is er echter van overtuigd dat we uit deze situatie zullen komen. Er zijn perspectieven dat bijvoorbeeld de investeringen in de mijnbouwsector hun vruchten zullen afwerpen, waardoor er weer deviezen beschikbaar zullen zijn. Het DNA-lid Shailendra Giriasingh denkt echter dat de stijging van de dollarkoers alles te maken heeft met het verlies van vertrouwen in de regering. Geld is iets heel moeilijk. Geld is een schone stukje papier, maar alles met geld gaat te maken met uitspraken, met een psychologisch effect. Wanneer het goed zou gaan in het land, zou automatisch ook de koers moeten dalen. Maar als er geen geld is en er wordt geen moed ingepompt van luister, mijn heren, laten we gezamenlijk de zaak aanpakken, maar men gaat rustig door met stelen en roven, dan ga je krijgen dat men geen belief heeft en dan krijg je dit soort van yo-yo-effecten. De yo-yo-effecten, het heeft te maken met tijd, het heeft te maken met omstandigheden. Ik had dit verwacht. En ik ga u nog zeggen, mevrouw Bewezes, en ik wil niemand teleurstellen, maar het gaat niet hierbij blijven. Het gaat niet hierbij blijven. Waarom niet? Nou, wat is er gebeurd? Zegt u mij wat er is gebeurd dat die koers stabiel moet blijven. Hij daalde. Ja. Waarom daalde hij? Nou, omdat er op een gegeven moment was de vraag naar die dollar waarschijnlijk, was het aan het afnemen. Maar zegt u mij, hoe zijn we op dit punt gekomen? U heeft toch de mooie tijden gehad van 3,5? Heeft u dat gehad? Onder de regering Venetiaan heeft u 3,50 gehad. Hoe zijn we gekomen op, gaat u, als u die vraag kan beantwoorden, hoe zijn we op 10 gekomen of 9 of 8? Dan kunt u het antwoord krijgen. Giriasingh stelt dat de vorige regering 1,4 miljard had gespaard, die echter verdampt is. En we moeten nu het gelag betalen, zegt hij. De koers van de centrale bank voor de US-dollar is vandaag 7,1 SRD en voor de euro is dat 7,7 SRD.